Welkom beste kijkers bij Soccer Reporter TV. In deze uitzending blikken we vooruit op de wedstrijd Sliedrecht-Scherpenzeel uit de eerste klasse D Zuid-1. En in terugblik laten we u de doelpunten zien uit de wedstrijd SV Noordloos-Herovina. Soccer Reporter reist zaterdag aan naar Sportpark de Lokhorst om een video samenvatting te maken van de wedstrijd Sliedrecht-Scherpenzeel. Sliedrecht speelde de laatste jaren altijd mee om de prijzen, maar kon niet de stap naar de hoofdklasse maken. Ook niet via de na-competitie. In de KNVB-beker presteerde Sliedrecht de laatste jaren ook uitstekend en was het een echte cupfighter. De start van het nieuwe seizoen loopt een beetje stroef. Trainer Marco Verbroef, die het stokje overnam van Dennis van der Steen, is de competitie begonnen met een 0-1 overwinning bij Nivo Sparta. Daarna werd het thuis met 0-1 verloren van DZC 68 en afgelopen zaterdag met 4-0 uit bij Oranje Wit. Bij Sliedrecht zijn wel wat sterkhouders vertrokken en heeft het misschien enige tijd nodig om er een geoliede machine van te maken. Sliedrecht staat na 3 wedstrijden met 3 punten op een gedeelde 10e plaats. Juninho van Rees scoorde het enige doelpunt tot nog toe. En Sliedrecht kreeg 5 doelpunten tegen in de 3 gespeelde wedstrijden. Ja, en zaterdag komt koploper Scherpenzeel op bezoek. Dat vorig seizoen via de na-competitie degradeerde uit de hoofdklasse A. Scherpenzeel is onder leiding van de nieuwe trainer Koen Jansen uitstekend begonnen aan de competitie. Hij werd thuis met 1-0 gewonnen van Achilles 29, uit bij Bennekom werd er liefst met 0-4 gewonnen en afgelopen zaterdag werd er thuis met 1-0 gewonnen van Almkerk. Koen Jansen is geen onbekende in onze regio. Want hij was ook enkele seizoenen trainer bij LSC in Leerdam. In de eerste 3 wedstrijden scoorde Scherpenzeel 6 keer en kreeg 0 treffers tegen. Topscorer is Olivier Pilon met 2 doelpunten. De wedstrijd staat onder leiding van de heer J. Uitroeven. Ja, alle ingrediënten zijn aanwezig om een zaterdag het publiek te vermaken. We hopen ook dan op een spannende wedstrijd en sportieve wedstrijd met veel doelpunten en ook dat het publiek in grote getalen naar Sportpark de Lokhorst komt om hun team aan te moedigen. We gaan nu even kijken naar de doelpunten uit de competitiewedstrijd SV Noordloos-Herovina.
Ja, beste kijkers, de uitzending zit er weer op. Bent u zaterdag niet in de gelegenheid om de wedstrijd te bezoeken, dan kan u altijd vanaf zaterdagavond de videosamenvatting van deze wedstrijd zien op sokkerreporter.nl en regiovoetbal.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.